Verwijder eerst voorzichtig de bril van het slachtoffer en zorg ervoor dat beide benen gestrekt zijn. Zet je dan op je knieën ter hoogte van haar borstkas. Leg vervolgens de arm die het dichtst bij jou ligt in een rechte hoek met de handpalm naar boven. Daarna neem je de arm van het slachtoffer die het verste van jou ligt vast bij de hand. Houd jouw handpalm tegen die van het slachtoffer, alsof je een high five geeft. Breng nu de arm over de borstkas heen en druk de handrug tegen haar wang. Blijf die zo vasthouden. Neem dan met je andere hand het verste been aan de buitenkant, net boven de knie vast, en trek het been op. Maar laat de voet op de grond staan. Als je nu het gebogen been naar je toe trekt, rolt het slachtoffer mee en blijft ze op haar zij liggen. Druk ondertussen nog steeds met de handrug tegen haar wang. Trek dan de knie van het bovenste been nog naar je toe, zodat zowel de heup als de knie een rechte hoek vormen. Kantel uiteindelijk voorzichtig het hoofd achterover, voor een vrije luchtweg. Zorg ervoor dat de mond naar de grond is gericht, zo kan ze niet stikken in bloed of braaksel. Verschuif de hand onder de wang als dat nodig is om het hoofd gekanteld te houden. Controleer elke minuut het bewustzijn en de ademhaling.